los van de film van Vele Hemels, hè. Maar ik vind het veel plezanter om een eigen fantasie te hebben bij personages. Zeer irritant dat die acteurs altijd in beeld lopen. Slechte reclame. De driekwartsbroek. Gewoon omdat mijn dokters dat zouden kiezen. Ik ga voor al mijn kledingadvies af op de zalige smaak van mijn dochters. Witte sok kan niet. Tenzij mijn driekwartsbroek. Nee, driekwartsbroek. Snor? Ik ga voor de snor gaan. William Shakespeare. Ja, William heeft toch een paar dingen geschreven die onherroepelijk fantastisch waren. Misschien heeft nog tijd, hè. Mijn favoriete manier van reizen is met de trein. Dus ik kies toch voor een NMBS. Hoe kan je mijn band te post, ja? Bijkomen van een rol. Dat je dan wel meer zuur hebt, s'nachts. Dus het is allemaal toch niet zo evident als dat het lijkt. Maar wel lekker eten en niks kijken en pannenkoeken eten s'nachts en pita's en drinken. Oh, heerlijk. En je wordt daar heel gelukkig van en vrij en geil. Dus dat afvallen, dat is voor niemand plezant. Queen. Maar omwille van de familiale gelukzaligheid. Top autoriteit gaat op Queen. Voilà. Ik kies Queen boven Prins. Dat is gebeurd. Oh, ja. Een losse teennagel kun je toch terug samen tapen. Doe maar een losse teennagel. Maar een oorontsteking, dat is aan de tand. Dat gaat niet weg. Dat is nee. En gevoelig. En ik luister graag. Dus dat, en met een kapotte teennagel kun je ook nog stappen. Als jij eens moet zijn met een oorontsteking, dat gaat niet meer. Dus losse teennagel. Mijn rijexamen, ik heb 3 keer mijn rijexamen moeten opnieuw doen. Maar de euforie van dat ingangsexamen op de toneelschool, dat is onevenaarbaar. Dat was een boost. Ik stuur daar nog op eigenlijk. Dat ik iets kan, zeg. Fenomenaal. Culture.